Ik schilder mijn bestaan in geschriften. Herstel met retrograde denken wat naar de achtergrond verdween. Dat doe ik 's morgens met vreugde. 'S avonds bekijk ik de landschappen. Vernietig wat botsende kleuren heeft. Zo ben ik buiten als ik binnen ben, binnen als ik buiten ben. Verzoen mij met het kraaien van de haan in mij. Ik zie een vreugde in het maagde van die gedichten. Vreugde in het ouder worden, in het retrospectieve, in het retrograde denken. Het is vreugde. Ik heb met een ontzettend genoegen aan deze bundel gewerkt. Het ene gedicht brengt het andere voor. En je zit in een sfeer en je kan die sfeer niet loslaten. Bijvoorbeeld nu schrijf ik geen gedichten meer. Ik voel dat het project rond is. Het is af. En dus een vriendin vroeg, ja, schrijf je geen gedichten meer? Zeg, nee, voorlopig niet. Misschien binnen een jaar dat er weer een geut komt. Maar het ene gedicht is op het andere gevolgd. Bij wijze van spreken natuurlijk. Maar het maakt ook dat het een geheel is. En dat volgens een paar proeflezers vooral over de dood gaat. En met mijn beginnende moeder, mijn moeder die er niet meer is, maar die er toch nog blijft aanwezig zijn, blijft aanwezig zijn. En naar het einde toe mijn eigen, de relativiteit van mijn eigen bestaan en van ook de verwachting van de dood gaat komen. Hè. Dus, laat maar komen, laat mij gaan. Na elke zon komt een maan, met elke maan een ander licht, een einder die zich nooit vergist. Laat mij gaan, laat maar komen. De hond huilt als een wolf, mijn krekels vluchten naar de struiken, horen hoe ik sterf. In mijn mond de laatste klanken vragen waar mijn moeder is. Het leven maakt zich los, het leven zoekt het anker van de dood. En dat geldt ook voor mij. Dus dat hierin is een stuk levensgeschiedenis vervat. Een verkapte autobiografie. De realiteit is ook zo dat je van bij de geboorte weet dat je dood zal gaan. Hè? En je gaat dat meer en meer beseffen. En gelukkig dat je dat als jonge mens daar niet mee bezig bent. Hè? Dat je geniet van het leven. Hè? Ja, ik ben begonnen met gedichtjes schrijven. En nu, na al die zwerftochten, na al die initiatieven, kom ik terug naar de basis. En schrijf ik opnieuw gedichten, maar met de taalervaring, met de levensbelevenis die er geweest is. Met mijn moeders pen, een meesterwerk, beschrijf ik je op blank papier. Haar Franse schrift heb ik bewaard, al schrijf ik nooit zo mooi als zij. Wat zij mij schreef zijn de rivieren van de ziel van wat ik schrijf voor u. Ik houd het blad omhoog en zie het watermerk. Wat ik schreef is spiegelwerk. Het zijn eigenlijk troostbrieven. Het gaat vaak over mijn moeder en toestanden, maar het is toch ook een troostbrief voor mezelf. Het missen compenseren door een gedicht te schrijven over haar. Of over die vriend die zo zwaar lijdt, ja, dan moet ik met hem dat van mij afschrijven. En met het ouder worden, je ziet in die jeugdgedichten, die zijn veel bombastischer met veel meer bijvoeglijke naamwoorden. Hier krijg je een ontzettende soberheid.
En ik denk dat de laatste woorden van een mens zijn ook sober. Er is niks bombast meer aan. Eerdaags is hij vergeten wie ik ben. Herkent hij zichzelf niet meer? Is zijn verleden verleden tijd? Zijn toekomst een blinde muur, het heden een moment zonder tel. Zijn stem is broos geworden. Hij geeft antwoord op een vraag die niet gesteld werd. Hij is vergeten wat verbazing is, wordt niet meer verrast, verbeelding was hij al kwijt. Als ik hem zeg dat ik zondag bij hem was, zondag, 2 dagen geleden, zondag, kijkt hij verbaasd en vraagt: waar heb je het over? Zijn vrouw fluistert mijn naam. Zoals een souffleur een acteur helpt uit de nood. Hij komt niet verder dan een lettergreep. De tweede moet ze herhalen meer dan eens. Ik heb een vriend bezocht die zwaar Alzheimer heeft. En ik heb met hem nog gepraat over euthanasie. En hij zei: schrijf dat een keer op, dat woord. Want ik ga erover nadenken. Maar ja, want het is de aftakeling van de mens, als hij nog helder bij verstand is. Dat is vernederend voor de mens, vind ik. Zwaar vernederend. En het recht om zelf te beslissen, niet over andermans leven, maar over je eigen leven, moet er zijn. En dus dat je beslist, nu is het genoeg geweest of niet. Na zijn lichaam verslijt zijn geest. Hij kan niet langer wachten. De stiltes worden langer, de zinnen korter. Hij zoekt een stok om de woorden spoor naar stad te geven. Hij vindt hem niet, wat hem verdriet, wat hem verbaast. Hij trilt dat hij niets meer voltooien kan. Hij weet zelfs dat niet meer. Van stilte. En terwijl ik vroeger zo'n drukke kerel ben geweest en zo op het podium ben gesprongen, de stilte tussen de zinnen ook, in gedichten heb je dat ook, de stilte tussen de verzen, tussen de zinnen, belangrijk. En soms een stilte vatten in een versregel, daar tracht je naar. Het is niet dat ik het altijd gewonnen heb, hè? Maar de betrachting dan, dat wel, ja. Ik woon tussen de Tigris en de Eufraat van Gent. Het is niet het summum van de wereld, het is de plek waar ik mezelf vond, tot rust kwam en mijn geest bloeide. Daar las en zal ik lezen de klassieken, de jonge schrijvers met een nieuwe pen. Zo raken de scheuren in mijn muren gevuld met nesten waar gebroed wordt. Ik koester de oude rituelen van de stad. Maar als de avond valt, komt de taal waarmee ik mezelf laat weten dat ik geen vreemdeling ben. Om hier thuis te zijn, moet ik op reis. Terug in mijn papieren stad weet ik dat wat ik schrijf uit rivieren vloeit die zich hier nabij verzoenen. Een gedicht blijft altijd in gebed. Ja, het kan een lofzang zijn, het kan een treurzang zijn, maar een gedicht is een lied, is. En ik hou daar nu eenmaal van. En ik heb mij in der tijd in de poëzie gestort, omdat ik
nieuwsgierig was naar de geheimen van de poëzie. En kijk, dus, ik vind dat ik nu, misschien zal ik later nog gedichten schrijven, maar ik vraag me nu al af, zal het nog ooit worden zoals dit? Of gaat het nog soberder worden en dan geen 70 gedichten meer, maar misschien een stuk of 4, 5? Ik vind niet dat er eenzaamheid in zit. Alleen zijn wel, en die kijk daarop, en vanuit het alleen zijn, het zoeken, zoeken. Blijven zoeken. Zelf, je hebt nooit gevonden wat je zocht. Je denkt, ik heb iets gevonden, wel, vanuit dat vinden moet je dan weer verder zoeken. En je blijft zoeken, zoeken, zoeken. Zoals, komen we weer bij de artiest terecht, die altijd opnieuw moet een nieuw schilderij maken, opnieuw een beeldhouwwerk, opnieuw een etch, opnieuw een film, opnieuw die dat houdt niet op. Opnieuw moet acteren. Dus, het houdt niet op. Dat zoeken, zoeken, dat vind ik heerlijk. En dan die stilte, die elementen komen zo samen, dat zijn mijn elementen. Het alleen zijn en dan de stilte. En luisteren naar de stilte. Stel dat de twijfel niet bestond, dan zou alles veel erger zijn. Nooit krijg je eens gelijk, nooit één keer ongelijk. Waartoe dient dan een mening van jou en de ander? Zoals het is, kan het niet beter zijn. Groet de twijfel als een vriend.